De woningmarkt is in Nederland het laatste jaar keihard tot stilstand gekomen. Deze zomer werden er 30% minder huizen verkocht dan een jaar terug. En dat heeft alles te maken met de dalende huisprijs. Die ligt nu gemiddeld 15% lager dan in het piekjaar 2008. De voorspelling is dat de bodem nog niet is bereikt. In deze moeilijke markt vragen kopers nog steeds veel te veel voor hun huis. Aan de andere kant, potentiële kopers of starters wachten af. Ze zijn bang het schip in te gaan omdat de prijzen nog verder kunnen zakken. En wie dan nog wel wil kopen, krijgt vaak geen lening van de bank. En zo wacht iedereen op iedereen. Door deze crisis raken veel huizenbezitters dieper in de schulden. De waarde van hun huis is lager dan de hypotheekschuld. 800.000 mensen zitten met zo'n vervelende restschuld. Samen hebben alle Nederlanders 640 miljard euro hypotheekschuld. De hoogste van Europa. En dan hangt het H-woord ook nog eens als een donderwolk boven de woningmarkt. De hypotheekrenteaftrek ligt onder vuur. Want die kost de schatkist jaarlijks 13 miljard. Een bedrag dat blijft stijgen. De kloof op de woningmarkt is op dit moment te diep. Kopers durven de sprong niet te maken en wachten af. Hoe kan de politiek een brug slaan zodat kopers en huizen elkaar weer vinden?